Ik weet niet, Dandy Warhols, nummer 1 moesten we hebben. Nummer 2. Oh, we gaan lekker microfoons wisselen. Het is een soort van gezellig zo met die microfoons. De Dandy Warhols, hoorde je. En we gaan naar Jolanda, want zij heeft weer een film gezien. En een kritische blik werpt ze er altijd over. Goedemorgen, Jolanda. Goedemorgen, Wanda. Welke film heb jij gezien? Nou, ik ben eindelijk naar een film geweest die jij ook kan zien, want hij is niet eng. Geen bloed over het scherm. Geen bloed, het is een animatiefilm. En die heet Persepolis. Klinkt als een Grieks gerecht. Klinkt als een Grieks gerecht, maar ik geloof dat het een stad in Perzië is, in Iran. Ja. Maar het gaat dus over het is eigenlijk een autobiografisch verhaal, een animatiefilm dus, van een meisje, Marjane Satrapi. Zij is ook de maker ervan, dus het is echt autobiografisch. En zij groeit op tijdens de revolutie in Iran in eind jaren 70. En dat maak je dus eigenlijk mee. Hè? Je ziet dat eigenlijk door haar ogen, de problemen waar ze tegenaan loopt. En ook de oorlog natuurlijk met het buurland Irak komt erin voor. Maar juist omdat het een animatiefilm is, heeft het natuurlijk op de een of andere manier... Ja, heeft iets afstandelijks, omdat het geen echte acteurs zijn. Mm-hmm. Maar aan de andere kant krijg je toch heel veel maatschappijkritiek daarop. He, op het hele gebeuren in Iran, op de mannelijke dominantie en de hypocrisie van de Iraanse overheid. Maar daarnaast bijvoorbeeld ook duidelijke kritiek op de westerse wereld die de Shah openlijk steunde en wapens leverde. He, dus je krijgt een goed beeld van de toestand in dat land, door haar ogen, het oog van het meisje wat opgroeit. Er zit ook best wel veel humor in, moet ik zeggen. Er is één meesterlijke scène waarin Marjane plotseling, zoals zij zelf zegt, in één nacht van meisje tot vrouw wordt. Oh. Nou, dat wordt dan natuurlijk heel groot aangezet in de animatie en dat is wel heel erg leuk gedaan. Oké, nou, ik ben benieuwd. Maar ik moest hem gaan zien, geloof ik, want ik mag hem zien van jou. Je mag hem absoluut gaan zien, want hij is helemaal niet eng. Oké, nee, het is echt een verhaal dus over haar jeugd weer, hè, ook? Ja, het is echt een persoonlijk verhaal. Het is zelfs zo dat er zijn twee stripboeken over geschreven, meen ik. 1 of 2, ik dacht dat het er 2 waren. Ik ben niet helemaal, ik zit niet helemaal goed in de stripboeken zien, maar ik meen dat er 2 stripboeken over zijn. En die heeft zij zelf ook uitgegeven? Die zij zelf heeft getekend. Zij is kunstenares, tekenaar. Ze heeft samen trouwens met Vincent Paronneau, heeft zij die film gemaakt in Frankrijk. Die stripboeken die waren er dus al. Dus die stap naar het witte doek was waarschijnlijk niet zo heel erg groot. Ik geloof ook zelfs dat er een aantal Hollywoodbazen wel geïnteresseerd waren in het verhaal. Ik geloof dat Brad Pitt en Jennifer Lopez daar dan in gespeeld zouden hebben. Nou, ik ben blij dat ze dat niet gedaan hebben. Want dan had het, ja, dan wordt het verhaal toch een beetje een... wordt het daardoor exotisch en afstandelijker. Juist door de animatie, en het is een zwart-wit animatiefilm met heel weinig kleur, zo nu en dan, krijgt de film een herkenbaar universeel karakter. Waar iedereen zich op een of andere manier wel mee kan identificeren. Ondanks het feit dat wij in het Westen natuurlijk niet ons nauwelijks kunnen voorstellen hoe het is om tijdens oorlog of... de Iraanse revolutie geleefd te hebben of te leven. Maar dat maakt zij dus wel mee als opgroeiend meisje. Ja, en ze brengt het heel toegankelijk, zodat je daar als buitenstaander toch wel wat mee kan identificeren. Absoluut, ja. Zeker. Er zit, zoals ik al zei, er zit humor in, maar er zitten ook wel dingen in die natuurlijk behoorlijk. Ja, er gebeuren gewoon eigenlijk hele heftige dingen. Hmm. En op de een of andere manier krijg je al die emoties wel mee. En ik vind het dus wel knap dat je dat met een animatiefilm kan bewerkstelligen. Ja, dat je dat zo neer kan zetten. Ja, wat leuk nou. Het is grappig, want wat ik ook bijzonder aan vind is dat al deze poppetjes, zeg maar, die zijn getekend met de hand. En dat gebeurt tegenwoordig natuurlijk helemaal niet meer. Allemaal met de computer. Het is gewoon met de computer gemaakt. Ja. Nou, dit niet. Het is dus echt allemaal puur handwerk. Zoals we 30 jaar, 40 jaar geleden animaties maakten, zo is deze film ook gemaakt. Ja, hoe lang is ze daarmee bezig geweest, denk je? Ik heb geen idee, maar ik denk ontzettend lang. Ik denk wel dat ze een heel groot team van animators hadden. Dus heel veel tekenaars en zo. Maar dat daar zal ongetwijfeld wel heel lang aan gewerkt zijn. Ja.
Ja, nou dan... Even nog trouwens vertellen dat de stemmen van de karakters, dat, dat zijn bekende acteurs. Gina Rowlands, Catherine Deneuve zit erin, Iggy Pop, Sean Penn. Dus dat is wel leuk, die hebben hun medewerking daar aan verleend. Ja, die vonden het goed genoeg in ieder geval. Absoluut, ja. Ja. Nou, gaaf. Waar kunnen we de film gaan zien en hoe lang nog? Nou, hoe lang weet ik niet, maar ik weet dat hij dit weekend in elk geval nog draait in het kijkhuis. Om 7:15 elke dag. En ik zou vanaf maandag, ik denk dat hij dan zeker nog wel draait, eventjes de website van het kijkhuis Trianon in de gaten houden voor misschien veranderde tijden. Ja. Maar dit weekend kun je hem elke avond zien om 7:15. Oké. Okay. Jij zet nog even op papier wat je allemaal hebt verteld en hoe je de film vond. En meer. En meer. Oké, nou dan moeten we de website van Weerslag even in de gaten gaan houden, want daar komt die op. Oké, Jolanda, hartstikke bedankt en ik denk dat deze gezien. Ja, veel plezier vandaag. Oké, dankjewel. Dag.